We beginnen bij onze eerste gasten en dat is niemand minder dan onze Vlaamse nachtegaal, Dana Winder. Dag Dana. Hey Maarten. Ik ga met de clichévraag beginnen, maar ik moet ze stellen. Hoe hou jij jezelf deze dagen bezig? Tot mijn grote verbazing, goed. Ik dacht, ik ga in een heel diep gat vallen. Uiteraard vallen wij in een heel diep gat, want ik heb heel wat optredens moeten afgelasten. Ja. 23, ik ging naar Zuid-Afrika gaan voor concerten. Dat gaat ook allemaal niet door. Dus dat vind ik wel heel spijtig, want dat is mijn ding. Ik bedoel, wij willen op het podium staan, wij willen zingen. Het enige wat er nu is, nu kom je natuurlijk aan dingen toe waar je anders niet aan toe komt. Zoals, dus, want daar ben ik naar benieuwd. Ja, we zijn hier aan het verbouwen. Ik wil heel graag mijn bureau aan een andere kant maken, dus daar zijn we nu mee bezig. En, zijn dat essentiële verplaatsingen, Dana Winder? Oh, de essentiële verplaatsingen zijn... Ja, dat zijn essentiële verplaatsingen. Dat is binnen het... Binnen het huis, dat mag. Ja, ja. En ik wijs pingpongen elke avond. Dat vind ik wel belangrijk. Is echt? Ja. Ja, dus dat vind echt tafeltennissen? Echt tafeltennissen. Maar dat doe ik graag. Ik heb heel graag balsporten gedaan. En nu kan ik ook niet meer gaan badminton op maandagavond, want dat deed ik normaal gezien. Ja. Dus nu is dat pingpongen en... ik ben hier eigenlijk in het koken gevlogen. Dat is misschien heel raar dat ik dat zeg, omdat ik kan goede Vlaamse kost maken, gelijk ons ma vroeger dat deed. Maar nu had ik heb zoveel kookboeken die ik ooit gekregen heb, en die ik zelf al wel eens gekocht heb, dat ik dacht, ik ga er een beetje in verdiepen. En ik moet zeggen, dat is een leuke bezigheid, maar dat is ook een... Ik had niet verwacht dat dat zo intens zou zijn. Want op een duur zijn we eigenlijk bijna alleen nog maar daarmee bezig. Want je moet 's morgens, 's middags en 's avonds eten. Je moet veel eten, en je bent al bezig met die volgende maaltijd. Maar het lukt mij. Dus ik zal gewoon staan. Wat is zoiets wat je nog nooit hebt klaargemaakt, wat echt wel de moeite was? Wel, ik moet u eerlijk zeggen, mijn allereerste lief, hè, die zijn ma, die maakte rode bieten klaar. En ik vond dat eigenlijk super lekker. Rode biet is echt een onderschatte groente. Maar het feit is, ik had alles klaargemaakt, maar dat bleef zo die aardesmaak hebben. En dat vond ik niet lekker. Moet je wel zuiver maken, hè? Ja, ik had die. Ja, maar je moet die zuiver maken. Maar je moet die eigenlijk heel fijn snijden. Ja. Want het is een groente die heel taai is en heel lang nodig heeft om te koken. Ja. En je moet daar eigenlijk van alles bij doen om die aardesmaak daaruit te krijgen. En ik heb dat nu gevonden en ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat zo lekker. Ik vind dat, in slaatjes is dat lekker, maar dat is ook heel lekker. Lauw, dat heeft zo... Je gaat er helemaal van stralen, zie ik. Ja, omdat het ook een gezonde groente. Dus ik denk van ja. En ik kan die ook een beetje zoet maken. Ik ben op mijn zoete bek. Ja. Laat ons genoeg over eten, want nu begin ik de hele tijd over eten te praten. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Nee, maar het is fijn. Dana Winder houdt van rode bieten, dat is heel fijn. Dat is een heel leuke groente, ja. Ik heb die terug opnieuw herontdekt, laat mij zo zeggen. Ik zie ook dat je op je Instagram, dat is het leuke, dat je ook gaat wandelen af en toe of gaat lopen in het bos. Ja, ik ben hier vlak naast het bos, dus ik kan eigenlijk gewoon buiten stappen en dan zit ik in het bos en dat is fantastisch. Dus ik... We zijn heel gelukkig op dit moment dat het weer zo goed is. Dat de mensen inderdaad ook eens even buiten kunnen komen. Want anders dan denk ik dat het nog triester zou zijn. Ja. Als het slecht weer zou zijn. Absoluut, zeker weten. Nu, je bent ook een soort van beweging gestart. Want je bent op zoek gegaan naar foto's van mensen die helden zijn voor ons in het leven. Ja, dat zijn mensen die nu... We zouden kunnen zeggen, gelukkig nog kunnen gaan werken, want die mensen hebben het geluk om te kunnen werken. Maar van de andere kant zijn het ook mensen die zich die in de zorgsector staan, maar ook mensen die inderdaad aan de kassa elke dag staan in de winkel. Mensen die toch een stukje in aanraking kunnen komen met wat wij allemaal niet willen, het coronavirus. En ik dacht, we moeten die mensen een hart onder de riem steken, want zij zijn er wel voor ons. Wij gaan wel op bezoek bij hun, maar iedereen is zo gedistanceerd van elkaar, wat spijtig is, want we zijn inderdaad een volk wat heel graag toch wel omarmt. En dat is nu natuurlijk absoluut niet meer aan de orde. En je merkt dat ook wel als je overal naartoe gaat. Mensen zijn echt wel heel voorzichtig geworden, terecht. Ja. Trouwens, we moeten dat doen. Maar die mensen wilde ik een foto van hebben. Ik wilde eigenlijk die mensen ook een gezicht geven. Ja. Om een nummer gemaakt te hebben, Heroes of Today. En we dachten van, kijk, als we daar nu een clip rond maken en we laten al die mensen een foto opsturen, dan maken wij daar een hele mooie reportage van, weliswaar onder de muziek. En dat kan dan nog heel leuk worden. En hebben die mensen tenminste een naam. Want wij weten wel dat er mensen zijn
ergens in de wereld en overal in de wereld, nu op dit moment. Maar het is ook fijn om die mensen een naam en een gezicht te geven. Dana Winder, ik stel voor, we gaan eens heel even een klein stukje beluisteren van die muziek en ook een paar foto's zien van de dingen of van de mensen die je al hebt ingestuurd gekregen. Heel goed. Heel mooi gedaan. Ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar wel een heel mooi en warm gevoel van krijgen. Hoe kunnen mensen foto's insturen trouwens? Ze kunnen dat eigenlijk gewoon sturen naar hashtag danawinner.com. Dus we kunnen dat eigenlijk allemaal opvangen. Dus het kan via de website en het kan ook op de sociale media hashtag danawinner gebruiken? Ja. En dan komt bij ons terecht. Fantastisch. Ik wens je daar veel succes mee. We geven nog even mee dat je 31 oktober in het Sportpaleis staat. Ja. Hè? Met onder andere Il Divo. Ja. Dus dat is wel een mooi... het licht aan het einde van de tunnel waar we met z'n allen naartoe kunnen leven. Hè? Het zou fantastisch zijn, moesten we terug opnieuw allemaal kunnen samenkomen. Want ik denk dat we daar op termijn toch wel naar gaan hunkeren. Zeker naar een tijd van een isolement. En als we dan terug kunnen samenkomen, ja, dat zou geweldig zijn. Dus ik verwelkom iedereen daar in het Sportpaleis. Dat gaat een ongelooflijk mooi feestje worden. Dankjewel, Dana Winner. Maak er een fijne dag van en keep safe. Jullie ook, hè. Dank je wel.